Hoe is de voorbereiding op de wedstrijd tegen Twente gegaan? Uh, goed. Ik denk dat na de drie punten de flow er goed in zit. En uh, het gevoel er goed in zit en het vertrouwen in het elftal. Dus uh, ja, uiteindelijk wel goed. We zijn allemaal goed teruggekomen van de break. Uh, weinig blessures, dus uh, ja, alles is goed gegaan. Nou, merk je wat uh, van die flow, uh, die misschien nu wel gedraaid is, ook nadat je een week niet met z'n allen getraind hebt? Ja, tuurlijk. Ja, je, je merkt gewoon dat je ja, toch drie punten hebt gepakt. Uh, een goede stap hebt gezet om weer een beetje naar boven te kunnen kijken. Uh, dat was heel belangrijk voor ons denk ik in die wedstrijd tegen Willem II. En uh, nu is Twente de volgende en ik denk dat er een, uh, ja, gewoon een goede flow zit in het elftal. Veel uh, blijdschap en uh, tevredenheid op dit moment. Dus uh, natuurlijk zijn er altijd punten voor verbeteringen. Daar hebben we ook keihard aan gewerkt deze week. Dus uh, ja, we gaan zien tegen Twente of we de drie punten weer uh, kunnen bouwen. Hoe zit het met uh, de dagen die jij hebt vrij gehad uh, afgelopen week? Want Emega zei na de vorige wedstrijd dat jullie nog wel eens willen trainen op je vrije dagen. Hoe is dat uh, gegaan? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, niet heb getraind op mijn vrije dagen. Ik heb lekker uh, rust aangedaan en uh, met mijn vrienden een weekendje weg geweest. Dus uh, nee, ik heb gewoon uh, lekker uh, uitgerust en uh, ja, lekker gerelaxed. Wat verwacht je van de wedstrijd uh, van morgenavond? Uh, tuurlijk, het is jammer dat het zonder publiek is. Dat ten eerste. Uh, het publiek is natuurlijk altijd een grote steun voor ons uh, thuis. Is het voor jou misschien nog wel erg, omdat je eigenlijk voor het eerst met zoveel supporters speelde, dat je dat ja, misschien wel hoopte nooit meer te verliezen, en dat het toch wel gebeurt? Ja, ik, ik moet zeggen dat ik eigenlijk vanaf het begin dat de supporters er zijn... Eigenlijk altijd wel extra adrenaline krijg van ze. En uh, ik merkte dat dat wel een verschil was met de wedstrijd: dat we geen publiek hadden. Dus dat is gewoon uh, erg jammer. Ja. En dat is natuurlijk ten opzichte van eerst speelde je tweede divisie, waarin ja, vooral bij uitwedstrijden publiek. Ja. Uh, maar nu heb je daadwerkelijk geproefd wat je gaat pissen. Ja, ja, dat is fantastisch, dat publiek. De volle, het volle stadion, uh, ja, het geluid wat je om je heen hoort, de fans die je roepen. Nee, dat, uh, dat wil je niet missen. Maar ja, het is nu even niet anders. Drie weken hopelijk. En dan, uh, ja. dan uh, hoop ik dat ze weer uh, langzamerhand uh, binnen kunnen stromen. Wat verwacht je verder voor morgen? Uh, ik denk dat het een, uh, een zware wedstrijd wordt. Maar uh, ik denk dat dat elke wedstrijd is voor ons. Uh, en ik denk dat we juist goed zijn in dat soort wedstrijden. Dat heb je ook gezien in Willem II. Ik denk dat we heel, uh, heel goed stonden. Eigenlijk geen 100% kans weg hebben gegeven. Waarin wij heel veel mogelijkheden hebben gecreëerd. Alleen wat slordig waren in de eindpaas. Maar ik denk als we daar ons uh, op gaan focussen tegen Twente, dat er uh, zeker gescoord gaat worden.